Welkom lieve maagd, we gaan kijken wat de eerste 2 weken van de maand mei voor jullie gaat brengen. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Ik ben ontzettend dankbaar voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees. De mensen die privé-readingen hebben aangevraagd. Mijn dank is ontzettend groot. Dankzij jullie bestaat mijn kanaal. Dus ja, ik hoop dit nog lang te mogen doen. We groeien met elkaar. En ik doe dit enorm graag. We gaan even kijken waar de reading voor jullie vandaag over mag gaan. Een kaart vliegt eruit. Het gaat over carrière. Maar dat wil niet zeggen dat er ook niks over de liefde uitkomt. Want dat is bij andere readings ook al gebleken. Dus we gaan gewoon kijken. Lieve maagd. Ja, ik voel een beetje een bedrukte energie bij jullie maagd. Dat met je carrière te maken. Voor sommigen van jullie is dat een ja. Waarom, Spirit? Veel moeite, voor sommigen ontslag. Oké. Nou, we gaan gauw kijken. Als je nieuw bent, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Zo niet, kijk dan even naar je ascendant. Want je bent niet voor niks op dit kanaal gekomen. Dan is er hier ergens een bericht voor je, wat je moet zien. Ook helpt het als je mijn kanaal steunt middels een abonnee. Want dan zit jouw energie in het kanaal. Zullen we even verder kijken. Wat zijn de berichten voor onze lieve maagd? Deze heb ik al gehad. Liggen de berichten er? Nee, er moet nog wat uitkomen. Oké. Berichten voor de maagd. Ligt het er nu wel? Nee? Oké. Nu wel? Nee. Nu wel? Nu wel. Oké. Er liggen heel een hoop kaartjes, maar ik ga ze allemaal af om te vragen of het wel of niet bij je reading hoort. Voor de maagd, nee. Voor de maagd, ja. Oké, dit zijn jullie kaartjes. We gaan eens kijken. Ten cards. Celebration, fun and enjoyment. Er valt misschien iets te vieren. Misschien dat je een succesvolle carrière tegemoet gaat. Oude mag je achter je laten. Iets nieuws komt op je pad. Klopt dat, Spirit? Ja. Oké. Dan heb ik hier een staf. Er wordt voor je gezorgd in moeilijke tijden. Dus heb vertrouwen in spirit. Dit heeft niet met je carrière te maken. Dan hebben we hier... je voelt dat je vastzit en je bent daardoor gefrustreerd.
Maar toch word je geholpen door spirit. Bied weerstand. Laat je kracht zien. En waar je voor staat. De olifant, een lange reis, zowel lichamelijk als geestelijk. Uiteindelijk word je wijzer en wijzer. Het heeft allemaal met een relatie te maken, hoor ik. En dan deep personal strength and peace that assures your success. Diepe persoonlijke kracht en rust, wat jouw succes biedt. Dat heeft te maken met persoonlijke groei en met je carrière. Oké. Spirits and guides, wat mogen wij weten voor onze maagd? Ja, pijn, verdriet in de liefde. Waar je heel veel van leert. Maak een enorme groei door. Ik krijg meer eelt op de huid, krijg ik door. Iedere stap die je zet in angst biedt jou toch meer en meer kracht. En brengt jou uiteindelijk daar waar je wezen moet. Nou, ik pak de onderste van het dek, dus dat is altijd waar het gevoel ligt. Nou, je bent aan het groeien, dat is duidelijk. Dat komt ook al duidelijk naar voren. Door alles wat je meemaakt. Zie het als uitdagingen, krijg ik door. Mag ik nog meer weten voor de maagd? Je bent sterker dan je denkt. Hou vol. Blijf in je kracht staan. Geef niet toe. Hou vast aan je eisen. Trek je terug. Oké. Ja, je voelt alsof je aan het kortste eind trekt. Iemand is heel koppig, heel star, zelfzuchtig, in een connectie. Je hebt daar veel verdriet van. Je hebt allerlei manieren bekeken hoe je het beste deze situatie kunt benaderen. En het beste is om uit het hoofd te gaan en om je terug te trekken. Je hebt ook twijfels over de oprechtheid van de liefde van de wederpartij met deze ridder van bekers. Dit is allemaal bedoeld om jou krachtiger te maken. Als jij meer voor jezelf durft op te komen, als jij meer... ik hoor ook dat het een test is in zelfliefde. Als jij meer en meer... in je kracht komt, stevig in je schoenen staat, je grenzen aangeeft, blijft aangeven, hoor ik, blijft aangeven, dan komt het goed. De passie steekt die voorlopig maar in je carrière. Dat gaat succesvol worden. Je wensen komen uit. Nieuwe ideeën komen ook tot bloei. En ja, je wordt de zakenvrouw of man die je wilt zijn, omdat je daarbij volledig je intuïtie volgt. Je staat in contact met spirit. Je werkt daarmee samen. Je luistert ook goed naar berichten in meditatie of anderszins de contacten die je hebt met spirit. Jij... gaat op dit moment of binnenkort een transformatie door en daarna een wedergeboorte op persoonlijk vlak, hoor ik.
op relatievlak en op werkvlak. Doe maar, druk. En je gaat succesvol hier uitkomen. Succesvol op het werkgebied. Ook op persoonlijk vlak. Relaties nog onzeker. Dat is hoe de andere persoon gaat evalueren. Hallo lieve Mucky. Hey. Wat is het, Divi? Hey. Mis je mij? Mis je mij? Kom maar. Doe maar even af. Oh. Ja. Hey. Lekker even op de grond. Ja? Kom je zo knuffels geven. Vrouwtjes eventjes bezig, lieve. Ja? Dus, ja, een beetje een bittere pil, maar dit was nodig, die groei. Ik heb heel veel geleerd. Heel veel transformaties doorgaan. Lieve schat, je bent wel doortastend, hè? Nee, nee. Ja, je bent heel erg doortastend. Je doet, je ziet de veranderingen. Het doet je ook heel veel pijn. Maar je gaat toch door. Net als dat Mucky lekker standvastig is. Je gaat uiteindelijk, het gaat beter en beter voor je voelen. Je leert grenzen stellen. Grenzen duidelijk aangeven. Voor je, om sterker en stabieler. Zowel op relatievlak als op je eigen ontwikkeling als in je carrière te staan. Dit zijn drie dingen waar je in het vroeger altijd tegenaan liep. En omdat je afgelopen, zeker de laatste 2 jaren, zo hard gewerkt hebt aan jezelf, aan jouw groei, ben je dit meer dan waard. Dus ja, wat betreft de liefde is nog even afwachten, want dat is afhankelijk van je partner wat die gaat doen. Met je persoonlijke groei gaat het goed en met je werk ook. Mag ik een advieskaart op deze legging, Spirits and Guides? Drie kaarten, toe maar. Alle drie? Nee. Deze? Deze is het. Oké. Okay. Advies is, heb meer vertrouwen in spirit. Bij iedere verandering is spirit bij je. Helpen jou. Dit is niet voor niks. Je hebt heel veel te leren. Je hebt al heel veel geleerd. Je bent op de goede weg. En je bent precies waar je bent op het pad. En je gaat alsmaar meer leren. Op de liefde komen nog heel veel grote ontwikkelingen. Maar dat is zo heel erg van belang hoe dat zich ontwikkelt bij degene met wie je te maken hebt. Dat ze daar nog geen inzage in kunnen geven. Klopt dat, Spirit? Wat mag ik weten? Over de liefde, gaat het goed komen? Komt het goed voor de maagd? Zeg lieve schat, wat zit jij te krabben? Wil je aandacht? Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een geliefde die heel veel aandacht en energie opeist. Laat dat los. Richt jouw energie op jezelf, want je hebt het verdiend. En richt je de energie op je werk. Maak hiervan los, krijg ik door. Zodat je vrijelijk kan bewegen. Wat mag ik nog meer weten? Buiten het loslaten. Voor sommigen van jullie ook, laat het achter je. Wat is de toekomst? Deze? Nee. Die? Ja, je leert ook heel veel qua communicatie. Dus je moet heel veel communiceren met deze persoon. Duidelijk.
Ook checken of de afspraken na worden geleefd. Ook hier leer je weer van, omdat je dus communicatiever geskild wordt, bijgeschaafd wordt. Wat je kan gaan gebruiken in, ook in de toekomst voor jezelf, maar ook voor je werk. Je hebt te maken met een soulmate, dus dat maakt het heel moeilijk in deze connectie. Dat geeft jou heel veel conflict. Maar heb meer zelfvertrouwen. Heb meer zelfliefde. En investeer voornamelijk in jezelf en in het werk. En neem een beetje afstand. Als jij afstand neemt, je hebt heel veel keuzemogelijkheden, heel veel opties. Richt je voornamelijk op het werk. Daar kom je in ieder geval vooruit. En je zal nog verrast worden op je werk. Dus je gaat heel erg succesvol zijn. Dankjewel voor het kijken, lieve maagd. Heel veel succes hiermee. En tot de volgende keer. Namaste.